Eén op de 25 Nederlanders heeft een studieschuld en bij 15.000 mensen is die schuld hoger dan 50.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van DUO, de organisatie die de studieleningen verstrekt. RTL Nieuws heeft die cijfers opgevraagd en onderzocht. Het aantal mensen met een hoge schuld zal waarschijnlijk flink oplopen nu de studiefinanciering voor studenten is afgeschaft en het leenstelsel is ingevoerd. En zo'n schuld kan je lang achtervolgen. Ik ben gestopt met studeren in 2009. En dan in 2011 komt er een rekening op de mat? Ja, van uh, ruim 55.000 euro. Zo. Yep. En hoeveel moet je dan per maand betalen? Uh, ik moest uh, 400 euro per maand gaan betalen. 400 per maand? Terwijl ze nou niet bepaald drie keer modaal ging verdienen. Als je Tessel Bogaard nu vraagt of ze zichzelf iets kwalijk neemt, dan zegt ze ronduit ja. Ik had ook echt wel dat sommetje kunnen maken van dat wordt een heel erg hoog bedrag en dat gaat heel erg moeilijk worden om terug te betalen. Maar je had het geld natuurlijk allemaal keihard nodig voor je studie. Ja, een deel daarvan had ik zeker hard nodig voor mijn studie. Maar een ander deel, ja, dat is eigenlijk gewoon opgegaan aan ik weet niet eens zo goed wat. Tessel was in ieder geval geen typische zuipschuit en eigenlijk zijn de meeste studenten dat niet. En toch leven ze te ruim, zegt het Nieuwe. Inderdaad, we zien dat uh, studenten ook aangeven dat ze lenen om nu leuk en relaxed te leven. Dus naar de kroeg gaan, op vakantie te gaan. En. Daar zetten we onze vraagtekens bij, omdat het. ja, het resulteert in een hoge schuld. Um, terwijl het niet specifiek voor je studie, uh, nou ja, daar niet in wordt geïnvesteerd. De totale studieschuld in Nederland is 7,6 miljard euro. Verdeeld over bijna 600.000 mensen. Van die mensen hebben er ruim 15.000 een schuld die hoger is. Dan 50.000 euro. En die laatste, die groep met een extreem hoge studieschuld, die kan, dankzij de komst van het leenstelsel, wel eens verdubbelen. Dat blijkt uit een prognose die wij hebben gemaakt op basis van berekeningen van het CPB. Bij de Studentenvakbond denken ze dat de dreiging van zo'n schuld zelfs de keuze voor een studie gaat beïnvloeden. Want je bent niet alleen maar bezig met jezelf ontwikkelen. Je moet ook denken aan hoe ga ik straks die enorme studieschuld terugbetalen en hoe duurder het wordt, hoe meer dat gaat meetellen in je studiekeuze. Dus misschien eerder bedrijfskunde dan kunstgeschiedenis. Ja, misschien eerder bedrijfskunde dan kunstgeschiedenis voor iemand die liever kunstgeschiedenis zou willen doen. Tessel deed kunstgeschiedenis en ze heeft inmiddels een baan waar ze blij mee is. En door heel zuinig te leven is de schuld bijna weg. Ik moet nu nog iets meer dan 11.000 euro. Dus dan ben je echt een heel eind. Ja.